Dag allemaal. De meeste kinderen vinden het leuk als ze les krijgen in een nieuwe school. Maar in Rotterdam denken ze daar heel anders over. De Brigantijnschool in Rotterdam-Zuid is bezet door de ouders. En nou is een keertje niet omdat de ouders kwaad zijn omdat de school dicht moet vanwege de bezuinigingen bijvoorbeeld. Nee, deze ouders willen juist heel erg graag dat de school voorlopig dicht gaat. We zijn bang omdat de kinderen die komen uit school vandaan naar huis met veel klachten, hoofdpijn en misselijkheid en branderige ogen. En dat pikken we niet langer, dat het zo doorgaat. De school is bijna 2 jaar oud. En al die tijd voelen meer dan de helft van de 170 leerlingen en leerkrachten zich niet goed. Ik heb last van brandende ogen, mijn lenzen kan ik niet meer in hebben, want ik draag nu een bril zoals je ziet. Ja. En zo vaak last van hoofdpijn en zo erg dat ik soms thuis moet blijven. Dat je geen les meer kan geven? Dat ik geen les kan geven, zo beroerd voel ik me dan. En dan komt er een vervanger? Dan komt er een vervanger. En sommigen hebben er ook na een paar dagen al last van. Ja. Maar het gekke is, in de vakanties heb ik nergens last van. Dan loop ik wel met mijn lens in. Dus het ligt echt aan de school? Ja, dat denken wij wel, ja. Maar hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik niet. De gemeente hebben we dus ingeschakeld, doorgegeven die klachten. En ze hebben al onderzoekingen gedaan naar de lucht en de grond hebben ze onderzocht. Of er gif in zat? Kijken of er gif in zat en dat was niet aanwijsbaar. Maar de klachten blijven. Meneer Baltisse, u bent van de gemeente Rotterdam. Het is toch echt te gek, al die klachten hier op school. En de gemeente heeft al een paar onderzoeken gedaan, maar die kunnen niets vinden. We hebben inderdaad een groot aantal onderzoeken gedaan. Die hebben helaas nog niets opgeleverd. Er lopen nog een aantal onderzoeken. We hebben zojuist met ouders en leerkrachten over die zaak gesproken. We hebben de afspraak gemaakt dat we gezamenlijk verder gaan met nieuwe onderzoeken. En we hopen dat het snel tot resultaat zal leiden, zodat de problemen kunnen worden opgelost op de school. Dat betekent dus dat de bezetting voorbij is, neem ik aan nu? Ja, ik denk het wel, ja. Ik heb nog wel mijn twijfels erover in jullie. Ja, als het anderhalf jaar weer gaat duren, dan zetten we maar weer een keer. Maar dan wel voor een maand. Voor een maand. Voor een dag. Ja. Ik ben er nog wel even huiverig van. Wat zegt u? Ik ben er nog wel even huiverig van, want er is vaak wat beloofd aan ons. De bezetters zijn uiteindelijk aan het eind van de middag naar huis gegaan. Maar, zeiden ze, als de gemeente niet binnen 14 dagen met een echte oplossing komt, dan gaan we de school weer bezetten en dan voor een hele lange tijd. Vanmorgen vroeg zijn op 2 plaatsen in Europa aanslagen gepleegd. 1 in de Bondsrepubliek Duitsland en 1 in Portugal. Waarschijnlijk zijn de 2 aanslagen allebei gepleegd door groepen die geweld gebruiken om te protesteren. Terroristen dus. In de West-Duitse stad München drongen een man en een vrouw een huis binnen. Daar schoten ze de bewoner neer, een fabrieksdirecteur van 55 jaar. Hij raakte zwaar gewond en moest naar een ziekenhuis worden gebracht. In de fabriek waar de man directeur van is, worden motoren gemaakt. Onder andere voor het leger, voor tanks en gevechtsvliegtuigen. De politie denkt dat de terroristen daarom de aanslag hebben gepleegd. In de Portugese stad Beja ontploften vanmorgen 8 bommen in een buitenwijk. In die wijk wonen veel Duitsers die werken op een legerbasis. Ook dit is het werk van een groep terroristen. Bij deze aanslag raakte niemand gewond. Er werden wel 10 auto's beschadigd en er gingen veel ruiten stuk. Het komt de laatste tijd vaker voor dat er in Europa aanslagen worden gepleegd door terroristen. Vaak hebben ze het gemunt op mensen en gebouwen die iets te maken hebben met de NAVO. Een groep landen waarvan de legers samenwerken. Canada, de Verenigde Staten en een groep Europese landen zijn daar lid van. De terroristen zijn er tegen dat die landen op die manier samenwerken. De afgelopen maanden werden er in 5 Europese landen aanslagen gepleegd. En daarbij vielen al een paar doden en werd veel schade aangericht. En het lijkt erop dat de aanslagen van vanmorgen ook met protesten tegen de NAVO te maken hebben. Dit is Aisje. Ze werkt vanaf vandaag in een heel bijzondere kapperswinkel, in een leersalon. Die leersalon staat in Helmond en het geld daarvoor kwam van de gemeente en ook hebben verschillende Europese landen hieraan meebetaald. In deze leersalon krijgen buitenlandse meisjes de kans om het kappersvak te leren. Waarom koos Aisje voor deze leersalon? Nou, er zijn bijna geen goede kapsscholen hier in Helmond. En het is veel te duur eigenlijk, die opleiding van mij. Dus dat is een buitengewone kans voor mij, vind ik. Kan je niet bij een gewone kapper gaan leren? Nee, nou dan moet je dus naar school en dan daarbij naar een kapper bij hem in dienst gaan.
Nou, en er zijn niet zoveel kappers die zomaar een leerling aan willen nemen die eigenlijk helemaal niks weet en dan 350 euro per maand uit moeten betalen. Dus, en als je dan ook nog zegt dat ik een buitenlandse ben, dan denk ik niet dat ik kans maak bij hem in dienst te komen. Karin Heesters, jij hebt het hier allemaal bedacht. Waarom nou een kapsalon waar alleen buitenlandse meisjes het vak van kapster kunnen leren? Op dit moment is het erg moeilijk voor meisjes om werk te krijgen, voor jongeren in zijn algemeenheid. Vooral voor meisjes die dus van het buitenland komen. Meisjes hebben het onderwijs daar gevolgd, komen naar Nederland toe, hebben daar wat problemen mee. Dan willen ze dus graag een vak leren. Maar ze kunnen toch ook naar een kapperschool? Ze kunnen inderdaad naar een kapperschool, maar daarnaast moeten ze dus het vak zelf leren. Dus het zelf leren knippen en dergelijke, dat moeten ze dus in praktijk leren. En bij de kappers is geen baan en geen plaats en dus leren ze het hier? Ja, daarom hebben wij dus deze salon gemaakt, om de meisjes dus hier laten te leren. Wat ga je doen als je een diploma hebt? Als ik een diploma heb, dan ben ik van plan om meteen de eerste vliegtuig te pakken en naar Turkije te gaan. En dan ga ik eerst in een Turkse kapsalon werken om daar een beetje Turkse kap te leren, toch? En daarna wil ik graag een eigen salon. Na de grote vakantie begint de nieuwe basisschool. De vraag was al de hele tijd, wie moet er nou straks de baas, de directeur van worden? Vandaag heeft de minister van Onderwijs gezegd dat hij het goed vindt dat er twee mensen samen de baas worden. In augustus worden de kleuterschool en de lagere school samen één school, de basisschool. De minister wilde dat er maar één iemand de leiding zou gaan nemen. Er zou dus gekozen moeten gaan worden tussen het hoofd van de kleuterschool en van de lagere school. Maar de scholen voelden daar niets voor. Want het hoofd van de kleuterschool is meestal een vrouw. En van de lagere school is dat meestal een man. En als een school gaat kiezen, dan kiezen ze het hoofd van de lagere school. En dan zullen er op de scholen bijna alleen maar mannen de leiding hebben. Veel scholen stelden daarom voor, laat ze allebei de baas worden. En vandaag heeft de minister na lang praten gezegd dat hij dat goed vindt. Gisteren werd het plaatsje Makkum in Friesland overvallen door ijs. Dat klinkt misschien gek in een tijd dat het niet meer vriest, maar Makkum ligt aan het IJsselmeer en daar komt het ijs vandaan. Door de strenge kou van de afgelopen weken was het IJsselmeer helemaal dichtgevroren, maar nu is het aan het dooien en het ijs wordt dunner en het begint op verschillende plaatsen te scheuren. Het worden ijsschotsen en als het dan ook nog waait, dan schuiven de ijsschotsen over elkaar, waardoor je op het laatst een metershoge ijsberg hebt met een enorme kracht. Het wordt dan kruiend ijs genoemd. In Makkum kwam het ijs door de harde wind van de laatste dagen met een grote kracht over het land ingeschoven. Het was zo sterk dat het met geen bulldozer tegen te houden was. Het ijs verpletterde drie vakantiebungalows. Een hotel en een aantal andere bungalows moesten worden ontruimd omdat er kans was op instorten. De politie heeft iedereen gewaarschuwd voorlopig uit de buurt te blijven. Op dit moment waait het bijna niet meer in Friesland, zodat het ijs voorlopig geen extra gevaar meer zal opleveren. Dan nog het weer. Er zal morgen veel bewolking zijn en misschien valt er ook af en toe wat regen. Met een temperatuur van 8 graden wordt het behoorlijk zacht weer. Morgen zijn we er weer. Tot dan.